Eigenlijk wist ik op de lagere school al wat ik wilde worden. Ik kon goed tekenen en op oudere avonden hingen mijn tekeningen langs de muur. Zo. Ik kom van school af en ja, er was maar één plek voor mij waar ik wilde werken. Dat was een groot warenhuis in Hilversum. Heel veel etalages en daar stond ik met mijn neus tegen de ruiten om te kijken wat ze maakten en wat ze deden. En toen dacht ik, jee, als ik hier nou eens zou kunnen werken. Dat had nogal voeten in de aarde, want ik was niet van hetzelfde geloof als de firma. En de firma was? VND. Katholiek. Vroom en duister. Of ik bedoel, zo heette ze niet. ik kwam wel naar binnen. Daar heeft mijn pa voor gezorgd. Dit is voor de familie wel een beroemde tekening, denk ik. Dat is 61 jaar geleden. Dat is wat wij zeggen, pa de Vries. Dat was je vader. En met sigaar, uiteraard. Zo zeg. En ja. Je vader was gewoon kapper, hè? Ja. En kapte die dan met sigaar in zijn mond? Dat is wel eens gebeurd, maar dan werd hij op zijn vingers getikt door mijn moeder. Mooi, heel mooi. Dat was dat. En wat heb je nog meer gemaakt? Nou, vanuit Vroom Dreesman kwam ik in het leger terecht. Dat was op mijn 19e ging ik er al in. En daar heb ik op het publicatiebord elke dag een tekening van de dag opgehangen. En die onderofficieren, dat was ik dus ook, die liepen die kantine binnen en keken meteen op het bord, wat heeft hij nou weer verzonnen. Dus daar stonden ze met z'n drie, vieren voor te kijken. En dit is bijvoorbeeld een hele gekke. Jullie maar krijgen 10 minuten. En er staat een sliert soldaat op een kopje koffie te wachten. En dan is het, jullie krijgen 10 minuten, werd er geschreeuwd. En dan moesten ze het maar mee doen. Op de andere kant zat ook nog een leuke. Dat was het reizen met de trein. Militaire half geld. Leuk, hè? En er bestaat ook zoiets, een ransel op je rug, maar er hoort ook een riempje bij. En dit is het ranselriempje.